Welkom op de open dag leraar natuurkunde van de HAN. Een goede keuze. De lerarenopleiding natuurkunde staat goed aangeschreven bij zowel studenten, afgestudeerden en stagescholen als werkgevers. Een leuke opleiding met goede beroepsperspectieven en mogelijkheden tot doorstuderen. Vind jij het leuk om leerlingen te enthousiasmeren voor het vak natuurkunde en zijn toepassingen? Ze nieuwsgierig te maken naar allerlei natuurverschijnselen en de verklaringen daarvan? Als je dan ook nog enthousiast en communicatief bent, dan is het beroep van leraar natuurkunde echt iets voor jou. Je krijgt in het eerste jaar, behalve natuur- en scheikundige vakken, ook onderwijskunde, vakdidactiek, drama en logopedie. Daarnaast loop je in de periode van oktober tot en met januari 1 tot 1,5 dag stage op een school voor voortgezet onderwijs, VMBO of MBO. Op de desbetreffende school krijg je ook een halve dag toegepaste onderwijskunde, toegespitst op de school waar jij stage loopt. In periode 4 is er een afsluitend project, je meesterstuk. Daarin ga jij je vergaarde kennis van de afgelopen periode toepassen door het maken van een klokhuisfilmpje voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De opleiding natuurkunde heeft goede beoordelingen van studenten, oud-studenten, stagescholen en afnemende scholen. De studenten halen vaak in één keer de landelijke kennisbasistoets, een soort landelijk examen. Daarnaast krijg je ruimte voor experimenten in de moderne schoollaboratoria en in de lessen op het instituut, maar ook op de stagescholen. Elk jaar is er een internationale studiereis. Wij waren al in Valencia, Zuid-Engeland, Budapest, Dublin, Krakau en Genève. Tijdens de studiereizen worden scholen, universiteiten, musea en andere belangrijke bestemmingen bezocht. Maar natuurlijk worden ook stranden, pubs en dergelijke niet overgeslagen. Ook via de studievereniging Fabulines kun je deelnemen aan excursies, lezingen en de maandelijkse pubavonden. Ook zijn er mogelijkheden om twee opleidingen te combineren, zodat je ook twee bevoegdheden haalt. Je krijgt een gevarieerd aanbod van vakken die toegespitst zijn op het beroep van leraar natuurkunde. Dit zijn zowel vakinhoudelijke als beroepsmatige vakken. In het eerste jaar heb je een half jaar een dag stage in de week op een VMBO, VO, MBO school. Uitgangspunt is de vraag: kan en wil ik leraar worden? Aan het eind van de studie loop je in het laatste jaar 3 dagen per week stage. Tijdens de studie gebruik je voornamelijk Engelse studieboeken. De ervaring leert dat je er na een maand aan gewend bent. De studieboeken kun je met korting kopen via de studievereniging Fabulines. Wil je je verder oriënteren? Maak dan gebruik van de chatsessies met studenten op zaterdag 9 en zondag 10 mei en de live Q&A-sessie op zondag 10 mei van 11:30 tot 12:00. Of bekijk Een dag uit het leven van student Tom. Ook interessant is de site Nijmegen Studentenstad. Leuk dat je hier was. Hopelijk kies je voor de lerarenopleiding Natuurkunde bij de HAN. Tot ziens bij je meeloopdag. Of misschien zien we je in september.